Een hele goede dag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video wil ik het met jullie hebben over knoppen op en rondom het stuur. Om te beginnen heb ik hier zo de start-stop knop zitten. Ja, het zegt het al, met die knop start of stopt u weer de motor. Alleen maar te gebruiken met de voet op de rem. En onder die knop zit de start-stop knop. Als de motor op de juiste temperatuur is en u staat bijvoorbeeld voor een verkeerslicht staat u stil, dan valt de motor uit. Zolang u de voet op de rem houdt. Wilt u dat de motor blijft draaien, dan kunt u deze knop indrukken en dan schakel je dat systeem uit. Elke keer als u de auto opnieuw start, dan staat dat systeem weer aan. Even naar de hendels rechts en links achter het stuur. Die zal ik u proberen zo goed mogelijk te laten zien. Rechts achter het stuur zit de automaathendel. Ook deze is weer alleen maar te bedienen met de voet op de rem. Als u de voet op de rem hebt en u drukt de hendel naar beneden, dan zet u hem in zijn drive. Naar boven zet u hem in zijn achteruit. En het knopje op het uiteinde, die zit hier zo, daarmee zet u hem in zijn parkeerstand. Links achter het stuur zit een hendel. En die hendel is voor uiteraard de richtingaanwijzer rechts. En links, draaiknop op het uiteinde. Met die draaiknop bedient u de voorruitwisser. Tikje naar beneden. Ik hoop dat u het goed kunt zien. Er staat een nulletje, dat betekent dat die helemaal uit is. Tikje naar boven en de volgende tik naar boven. Daarmee staat de ruitenwissers wel actief, maar pas wanneer het gaat regenen, dus eigenlijk de automatische standen. En de laatste twee standen, die doorgetrokken streepjes, dan blijven de ruitenwissers actief, ook wanneer het is opgehouden met regenen. Op het uiteinde zit ook hier weer een knopje. Daar zo. Die knop één keer indrukken is ervoor zorgen dat de ruitenwissers één keer heen en weer gaan op de voorruit. En die knop ingedrukt houden, daarmee sproeien de voorruit. Op de voorkant van de hendel. Aan de linkerkant, die knop één keer indrukken. Daarmee zorgen we ervoor dat de achteruitwisser één keer heen en weer gaat. Die knop ingedrukt houden is de achteruit sproeien. En aan de rechterkant, als u die één keer indrukt, dan blijft de achteruitwisser actief. Nou, nog wat flippers op achter het stuur. Links en rechts. Rechts de plus, links de min. Met die flippers zorgt u ervoor dat de... daarmee kan je manueel, dus handmatig, kan je bepalen in welke versnelling de auto moet staan. Dan zie je hem op het scherm, zie je hem ook in plaats van de D, de drive, ziet u hem op de M met een getal erachter verschijnen. Dat getalletje dat geeft aan in welke versnelling u op dat moment rijdt. En aan de linkerkant, tussen de deur en het stuur in, hebben we nog een aantal knoppen zitten. Rechtsboven, dat is het mislicht. En de draaiknop hieronder, of onder het mislicht, daarmee bepaalt u hoe fel de schermen staan. Als je eraan draait, kan je hem namelijk wat donkerder of weer wat lichter maken, zowel links als rechts. In het midden de lichtbediening en aan de linkerkant de parkeerrem. In principe gaat de parkeerrem, de handrem, gaat automatisch op en af op het moment dat u de auto in zijn drive zet of als u de auto weer als u de motor stopt. Heeft u bijvoorbeeld de auto gestart met de deur open, dan kan het zomaar zijn dat u nog handmatig voor moet zorgen dat de handrem gedeactiveerd wordt of ontgrendeld wordt. Dat kunt u met deze knop doen. Naar u toe halen is de parkeerrem ontgrendelen en die knop indrukken is weer vergrendelen. Even wat knoppen op de voorkant van het stuur. U ziet hier zo een huisje, een pijltje en een zwart vierkantje. Met die knoppen kunt u het rechterscherm bedienen. En aan de linkerkant van het stuur diezelfde knoppen, alleen dan kunt u het linkerscherm bedienen. Ik zal het u even laten zien. Als u hier bijvoorbeeld op het huisje drukt, komt u ten alle tijde bij het linkerscherm in het hoofdmenu. Nou, vervolgens kunt u met uw vinger over het zwarte vierkantje heen schuiven, links naar rechts. En als u iets wil selecteren, dan druk je erop. Zit u in een menu, kunt u van boven naar beneden het een en ander wijzigen. Dus zowel het middenscherm als de kilometerteller,
Uiteraard blijft de kilometerteller in het midden ten alle tijde digitaal zichtbaar. En aan de rechterkant de toerenteller. Daar kunt u nog het een en ander in aanpassen. En met het pijltje gaat u ten alle tijde een stap terug. Hetzelfde geldt voor de knoppen. Aan de rechterkant. Pijltje is ten alle tijde naar het hoofdmenu. Het huisje is ten alle tijde naar het hoofdmenu. Het pijltje is altijd een stapje terug in het systeem. En dat zwarte vierkantje, daarmee kunt u ook weer met uw handen aan het stuur het rechter scherm bedienen. Ook hier weer links, rechts, naar boven, naar beneden. En iets selecteren betekent. Knopje indrukken betekent iets selecteren. Nog wat knopjes daaronder. Even van rechts naar links. De rechter, als uw telefoon gekoppeld aan het systeem staat, kunt u met de rechterknop naar boven drukken, een telefoongesprek opnemen, naar beneden het telefoongesprek afbreken. De draaiknop in het midden is de volumeregeling. Naar boven draaien is het volume harder, naar beneden draaien zachter. Of als u op de knop drukt, dan demp je het geluid. Het linkerknopje naar beneden. U ziet daar een soort sterretje bij staan. Dan komt u altijd in een favoriete menu. Ik zal hem heel even snel laten zien. Dus knop naar beneden. Dan kom je hier in een favoriete menu met allemaal snelkoppelingen naar verschillende menu'tjes. En druk je die knop naar boven. Dan ziet u een soort van poppetje met spraak. Dat verklapt het al. U kunt daar altijd de spraakbediening mee activeren. In een ander filmpje zal dat wat meer uitgelegd worden. Aan de linkerkant hebben wij de cruise control. In deze auto hebben wij een normale cruise control. Dat betekent dat deze niet adaptief is, dus niet automatisch afstand houdt ten opzichte van de voorligger. Drie knoppen. Ik zal ze even uitleggen. Weer van rechts naar links. Met de rechterknop kan je switchen tussen de cruise control of een begrenzer, de limiter. Als je een van die twee hebt geselecteerd, het verschil trouwens tussen die twee met de cruise control, als je hem instelt op een bepaalde snelheid, hoef je daarna niet meer je gaspedaal te gebruiken. Hij houdt gewoon die snelheid houdt hij aan. Met de begrenzer, als je die op een bepaalde snelheid ingeeft, moet je nog steeds je gaspedaal blijven gebruiken. Je kan alleen niet harder dan de snelheid die u heeft geselecteerd. Als je dus een van die twee hebt geselecteerd, kan je met de middelste knop kan je hem activeren. De knop omhoog, daarmee activeer je de cruise control of de begrenzer. Heeft u hem bijvoorbeeld op 100 km geselecteerd, druk je vervolgens die knop één tikje omhoog, gaat hij naar de 101, 102, 103, etc. Druk je hem helemaal omhoog, gaat hij naar 110, 120, 130. Hetzelfde geldt naar beneden, alleen dan vertraag je uiteraard wat. Dus 99, 98 of helemaal naar beneden 90, 80, etc. De linkerknop. Als je nog steeds met de cruise control aanrijdt en u drukt de linkerknop naar beneden, dan cancel je hem. Dus dan zet je de cruise control of de begrenzer weer uit. Heeft u hem bij 100 km bijvoorbeeld uitgezet en u drukt die knop weer naar boven, dan pakt hij die 100 km per uur, dus waarbij u de cruise control hebt uitgezet, pakt hij weer op. Ook ziet u daar een klein verkeersbordje naast staan. Op het moment dat de auto bijvoorbeeld een bord met 100 hebt gelezen en u rijdt 120, u wilt zich wel aan de snelheid houden, drukt u die knop omhoog en hij pakt automatisch de afgelezen snelheid pakt hij op. Dat zijn de knoppen op en rondom het stuur. Deze auto is ook nog voorzien van adaptief groot licht en multibeam. Multibeam, dat is op dit moment, dat zijn dat de koplampen die het meest uitgebreid zijn. Die hebben allemaal verschillende ledlampjes. Die ledlampjes die worden allemaal individueel geregeld. U kunt het hier in het systeem, in eerste instantie hier bij instellingen. Vervolgens bij de verlichting kunt u de Intelligent Light System aan of uitzetten. Intelligent Light System zorgt ervoor dat de lampen meesturen in de bochten, etc. En de multibeam koplampen, dat is nog een overtreffende trap, die zorgen ervoor dat bijvoorbeeld als u rijdt op een donkere weg, u kunt ten alle tijde met groot licht rijden.
Zelfs als de voorgangers, of als er iemand voor u rijdt, of als u tegenliggers krijgt. Omdat het allemaal verschillende ledlampjes zijn, kunnen die koplampen, kunnen de tegenliggers en de voorgangers uitblokken, om het zo maar even te noemen. Dus die raken niet verblind. Ook doet de multibeam bijvoorbeeld verkeersborden uitlichten. Nadert u een rotonde, zal die een grote lichtbundel over die rotonde heen plaatsen. Nou, hoe kunt u bijvoorbeeld herkennen dat u een multibeam hebt? Ten eerste, het staat in de koplamp. En ten tweede, dat is wel leuk om te zien, op het moment dat u de auto start, je zag nu al die ledlampjes, zag je zichzelf op de goede positie zetten. Ik zal u voor deze video nog één functie laten zien. En dat is de hold-functie. De hold-functie die zorgt ervoor dat als u bijvoorbeeld voor een stoplicht staat of u staat op een helling of in de file, dat u eigenlijk nooit, of tenminste niet meer de voet langdurig op de rem hoeft te houden. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. Nou, ten eerste, ik hou mijn voet weer op de rem. Ik zet hem in ze vooruit. Nou, we rijden nu eventjes een paar meter naar voren. En op het moment dat ik bijvoorbeeld een verkeerslicht nader, ik rem, zoals ik altijd normaal rem. Vervolgens druk ik mijn rem wat verder door en ik zie in beeld, zie ik hold verschijnen. Nu kan ik dus, ondanks dat hij in zijn versnelling staat, kan ik mijn voet van de rem afhalen en hij blijft gewoon op dezelfde positie stilstaan. Dus nogmaals, in de files, verkeerslichten, hellingen, is het gewoon een ideaal systeem. Want op het moment dat ik weer een klein tikje op mijn gaspedaal geef, dan rolt de auto weer wat naar voren. Ja, de file gaat weer stilstaan, ik rem weer, ik druk mijn rem weer wat verder door en ik kan hem weer eraf halen. Ik hoop dat dit een klein beetje duidelijk was. Bedankt weer voor het kijken en tot ziens.